Oei, dat is oranje. Wauw, dat is eng. Ah! Ja, ik zit er allemaal met een vinger in. Oei, 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 oei. Skabberen. Hallo iedereen en welkom op dit kanaal. Just Jade. Ja, dit is dus mijn nieuwe kamer. Misschien heb je het al in de laatste video gezien, het laatste stukje. Deze kant is roze, maar daar is een raam, dus dan is de belichting niet goed. Ik moet mijn softbox hier nog zetten, dus ja. Ik heb nu geen schmink aan, ik heb niks aan of zo, alleen mijn dotjes. Mijn giraffendotjes. Als je wilt weten hoe je deze wilt maken, daar een tutorial van gemaakt. Vandaag ga ik iets speciaals doen, wat eigenlijk niet zo goed bij mijn kanaal past. Vandaag ga ik action make-up testen. Want ik heb nogal veel jonge kijkers rond de 15 jaar zijn de meeste kijkers. Toen ik zo 14, 15 jaar was, begon iedereen over schmink en mascara. En mascara was toen het ding. Ik ben op mijn 15 jaar begonnen met mascara te dragen. Alleen mascara, voor de rest niks. Ik wist zelfs niet dat foundation en poeier en alle dingen bestond. Maar ik merk dat meisjes nu al veel vroeger beginnen met het dragen van make-up. Dus als jij jonger bent en deze video kijkt, maakt helemaal niet uit. Ik ga mij vandaag schminken met action make-up. Ik weet totaal niet of het dat goed is, daarom ga ik het uittesten. En een grote disclaimer, deze video is niet gesponsord door Action ofzo. Ik heb dat gewoon allemaal zelf gekocht om jonge meisjes te helpen met het kiezen van make-up. Mijn eerste make-up kwam van de Kruidvat. Ik heb nu nog steeds geen dure merken zoals MAC en zo. Ik heb dat allemaal niet. Ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb foundation gekocht en het merk is Max Factor of Max & More. Dat is de mascara kit. Eyeliner daarvan. Oei. Dat is zo'n gel eyeliner. Ik heb dat hier nooit gebruikt. Ik heb nude lips, dus ik heb ook een lipstift gekocht. Baked eyeshadow. En hier zit ook oogschaduw bij. En een concealer stick voor je puistjes. Dus dit is de foundation. Oké, dus deze kleur heb ik gekocht. Oei, dat is oranje. ik ga wel een spiegel pakken. Want... nee, het komt niet goed anders. Ja, oké, nu schijnt de zon zo half in mijn gezicht. Maar nu kun je ook zien hoe dat het met de zon is. Oké, nu mijn voorhoofd nog. Ik heb een spiegel naast mijn camera gezet. Het is iets te donker voor mijn huid. Woeps. De kwaliteit valt echt wel goed mee. Dan ga ik de mascara gebruiken. Dit is dus de mascara van Max & More. Dus van gewoon van de Action. Wow, dat is eng. Nee, komt dan iets af. Oké, dus dit is het resultaat van de mascara. Ik vind het ook echt wel natuurlijk uitslagen. Maakt je wimpers ook wel wat langer. Oké, dus zo ziet de mascara eruit. Het lijkt echt wel natuurlijk. Dus dat is goed voor meisjes die zo mascara beginnen te dragen. Het valt niet te hard op en je ogen komen niet ineens zo bam, zo donker uit. Want dat wil je ook niet. Hè? Dan komt hij naar school en dan kijkt iedereen zo van wat. Heeft die gedaan. Gaan we nu zo die gel eyeliner proberen. Ik weet ook niet hoe dat moet. Zo ziet het eruit. Zo, ik ga hem open doen. Oei. Ah! Ja, ik zit er allemaal met een vinger in. Allee. Allee, stoemigheid. Ik vertrouw het eigenlijk niet zo goed. Ik ga gewoon deze eyeliner van dat setje uitproberen, want dat vind ik nogal eng. Hé, er zit een slijper en al aan. Normaal doe ik echt nooit heel mijn oog. Ja, valt wel mee. Ja. Dan gaan we de Baked Eyeshadow gebruiken. En daar zit ook een borsteltje bij. Allee, ik zit er weer met mijn vinger in. Oké, dus ik ga deze kleur gebruiken voor het buitenste. Oei. Dat komt donkerder uit dan ik had verwacht. Dan ga ik gewoon het lichtste gebruiken. Ja. Kleuren zijn wel mooi, maar het is wel moeilijk om aan te brengen, vind ik. Het kruimelt wel niet, dus dat is al wel goed. We gaan verder. De lippenstift proberen. De Nude Lips heet deze. Het is de kleur Nude. De kleur is wel mooi, maar ik ga nu de lipstift doen. Ja, de lipstift ziet er dus zo uit. Maar die is droog. De lippenstift is eigenlijk echt wel mooi. Ah. Wauw. Mijn camera is bijna gevallen. De concealer stick in de kleur Ivory. Oké, dus die ziet er eigenlijk ook echt zo uit als een lippenstift.
Ah ja. Het dekt eigenlijk niet zo goed. Het voelt ook echt raar aan. Het geeft eigenlijk niet echt zo meerwaarde. De foundation bedekt eigenlijk je puistjes redelijk goed. En dan als laatste hebben we nog deze. De highlighter. Daar ben ik eigenlijk wel redelijk hyped over. Het hartjes. Oh, schattig. Oei. Oei, oei, oei. Skebberen. Oh nee. Ah, no. Dat is superbruin. Help. Dat is echt zo goud. Allee. Is deze voor een veel? Ja. Dus we gaan over tot de conclusie. Wat vind ik van Action Makeup? Concealer geef ik een 7 op 10. Komt redelijk cakey uit, maar voor die prijs verdient het wel een 7 op 10. Dan deze set. Eigenlijk heb ik die oogschaduw niet echt uitgeprobeerd. Oh, oeilala. Dus deze mascara zat ook in de set. De mascara geef ik wel, pakt een 9 op 10. Dan het oogpotlood dat ook mee in die set zat, geef ik ook een 9 op 10. Kom aan voor die prijs. De lippenstift getest. Ik denk het ook zo 2, 3 euro was of zo. Valt eigenlijk echt nog goed mee. En ik vind de kleur ook echt wel heel schoon. En het past goed bij mijn muur. Ik denk dat ik deze wel ga aandoen voor een foto of zo op Instagram. Volg zeker mijn Instagram, dat is Jade de Winter. Ik ben daar zeer actief op. Dan heb ik dit paletje uitgetest, de oogschaduw. De kleuren vind ik op zich wel mooi. Het geeft mooi metallic effect. Het pakt niet goed op je oog. Dus deze geef ik een 6 op 10. Redelijk rood. Ja, een 6 op 10 of zo. En dan deze. Ik had hier echt hoge verwachtingen van. Ik dacht dat het een mooie gouden gloed ging geven. Ja, het is oranje op mijn huid. Kan ook zijn gewoon omdat ik een redelijk lichte huid heb. Als je een donkere huid hebt, denk ik wel dat deze heel mooi is. Want die heeft zo'n gouden schijn. Maar als jij deze video leuk vond, geef dan zeker een like. En laat in de comments achter wanneer dat jij make-up bent beginnen dragen. Vergeet niet te subscriben, ook al is deze de eerste video die je van mij bekijkt. En dan zeg ik alvast welkom bij de familie. Er komen echt super coole video's aan. Geen make-up video's, maar gewoon echt ja. Ik ben blij dat jij geabonneerd bent op mijn kanaal. Want echt, de familie wordt super snel groot en dat maakt me echt super blij. Er komen binnenkort misschien ook t-shirts met Just Jade op. Ik weet nog niet hoe die er precies gaan uitzien, maar het wordt zeker iets met Galaxy. En met het universum erop, met zo'n sterretjes en ofwel paars en ofwel zeegroen. Ook voor jongens komt er een versie uit, dat wordt dan donkerblauw of zo. En dan zie ik nu. Toedeloe!